De politiek zit met strijp S in de maag. De Rekenkamer kwam onlangs met een rapport over het voormalige Philipsterrein en de conclusie loog er niet om. Als de bouwplannen niet worden bijgesteld, dan dreigt een miljoenenstrop voor de gemeente. Maar volgens wethouder Viers is er juist niets aan de hand. De gemeenteraad weet niet wie ze moeten geloven. Toch blijft er inderdaad nog een zorg voor ons. En dat is eigenlijk gelegen in het feit dat het college zegt we lopen geen risico. En ons instituut de Rekenkamer zegt we lopen wel een risico. Betrouwbare organen zijn organen waarvan je uit moet gaan dat je ze gewoon blindelings kunt vertrouwen. En als die beide elkaar tegenspreken dan wordt het heel moeilijk om als gemeenteraad ergens een beslissing over te nemen. De fracties maken zich dus zorgen. Nou, het is voor het CDA niet duidelijk waar de financiële risico's nou zitten en of ze er zijn en waar ze zitten. En wat wij als gemeente daar eventueel aan kunnen doen om het te voorkomen. Ik denk dat juist strijp S in deze tijd heeft bewezen robuust te zijn en juist door te kunnen ontwikkelen. En de financiële zorgen, daarvan snap ik dat er financiële zorgen zijn. Maar belangrijk is wel om te kijken wat is daarin de financiële zorg van de gemeente. En de gemeentelijke financiën zijn daarin goed afgedekt. En daar is mijn inziens inderdaad de zorg onterecht. De raad wil daarom meer inzicht in de risico's van de plannen rond strijp S. Iets dat de Rekenkamer al eerder voorstelde. Dat er binnenkort aan de Raad meer inzicht gegeven wordt. En ook eens gekeken wordt, wat zijn de risico's die we nu lopen? Hoe zit het echt met de financiële, een diepere financiële analyse? En samen ook kijken van hoe we hier een succes van kunnen maken. Ik vertrouw het college daarop in, zoals de wethouder dat heeft neergelegd vanavond. Maar zoals onze oosterburen zeggen, vertrouwen is goed, maar controleren is beter. En op die stoel, daar wil ik graag ieder jaar plaatsnemen. En daar wil ik graag ieder jaar de wethouder er werkelijk op kijken. Ligt ze op koers? Lopen we nog financiële risico's? Nou, dat moet een jaarlijks terugkerend fenomeen zijn. Je voelt je in ieder geval niet helemaal voldoende ingelicht. En als je niet voldoende ingelicht wordt, dan denk je altijd, waarom is dat? Volgende week staat strijp S opnieuw op de politieke agenda. Dan moet duidelijk worden hoe de gemeenteraad de komende jaren meer inzicht krijgt in de financiële risico's.